Afgelopen donderdag, bij de eerste steenlegging van de middelbare school te Brokopondo, gaf Hendrik Café, hoofdkapitein, aan dat dit project niet mogelijk was bij de vorige regering. Hij benadrukte dat de samenwerking met de huidige regering wel vrucht heeft afgeworpen. Die deed is een scoroda door inzet voor een traditioneel gezag voor Brokopondo. Op plaats van schrijf kon aan wang. Misschien een vrouw die laf. Een vrouw dat me poer me pet ging. Dan een minister, mevrouw Benanon. Bika, een vorige minister voor onderwijs sabede. A trara kere, u best donan een. Isa sate yo. Brokopono no makisa skoroja. Dat me be wrak na verkadiga mi opogwe. Dat me teyen tak a moni an of you. Yo na minister na kobo, in a kobora lek minister, I kofun a teyke. A district isi. Of we terug in de sani, 60 jaar dat Brokopondo pot de serf in depressie. Bika mi ouders vroisi, alles maar ja ouders vroisi, ik motor dat pekona onderzi, gi astil dam. 60 jaar lang, dat de meer de mij presenter zijn na fotonatori ozo, dat serna liever ma boem bijdrage na wereld oorlog, dat me actie misre tak amasai presente, yuna verstaan. Yuna verstaan, om i serdes ma dape, fun bereik unu dul. Soto fonds, Srana rekering, nanga Nederland toen, malige Nederland rekering. Libigi a Brokopondo, voedde ma pot astiudam. Takte u meki bari, uka godape. Miljarden na US dollar de dape, don dape. A district nooit no profiteer van. Tide dei. Astiudam tro 100% staatsbedrijf. Nooit aan rekening tegen mijn initiatief dat één. Om met mijn fonds voor een stildam DC. Gides maar Brokopondo. 85% voor de economie voor een kondre DC. Ik moet naar Brokopondo. Brokopondo na 0 in 60 jaar. Pas. Mijn middelbare school ik kom. Confucius kon maar voor China. Betekent mijn taki. Ik heb pran alleen zien. Ik heb praat een bon. Voor een termijn, maar onderwijs net naar duurzaam zijn voor ontwikkeling van gebied. En onderwijs, Brokopondo actie veel langer. Dankzij alle keren die zien, ook is een ondersteuning voor UNO. Want zonder UVP, ondersteuning, naar minister, naar zijn mevrouw Benanon, UNO boek is aan die zien.